allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer gaan Maudy en ik een TMI Tech video opnemen. Jij hebt de vragen, wij hebben de antwoorden. We gaan het doen. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb wel eens zo'n profiel aangemaakt, maar ik heb er nooit echt uit gedate. Geldt het ook dat ik vrienden help met Tinder? Ja, ja. Op mijn moeder. Ik wil zo graag. Ze zegt iedere keer, Maudy, nu mag ik weer Tinderen voor je. Ik vind het helemaal leuk. Oh, ik vind het ook wel... Ja, ik ben gewoon al heel lang in een relatie en ben dus verloofd, ja. Ja, ik zit wel eens op Tinder. Ik heb die fase nooit echt meegemaakt, want sinds Tinder... Nee, je bent al zo lang weg. Ja. Naar huis. Naar huis. Verloofd. Toen ik verloofd. Ja, dat wil ik echt zeggen. Nou, ik ben dus verloofd, dan mochten jullie dit niet weten. Maar dat was wel echt de leukste verrassing ooit. Ik had het ook echt niet verwacht. Nee, dat is wel, ik heb geen verrassing die daarmee kan levelen. Denk ik. Allemaal roze blaadjes en theelichtjes en echt een 3-gangen diner en champagne en je vriend die dan op zijn knie gaat. Ja, dat is wel heel lief. Ja. Ja. Oh, dat was echt meteen, je hoeft er niet over na te denken. Nee, hoef ik niet over na te denken, nee. Nee, want ik heb zelf heel lang dansen ook gedaan. Jij ook. Ja, maar tijdens uitgaan. Ja, ook kan ik heel goed dansen. Ik krijg ook altijd complimenten. Nee, for real. Ja, echt for real. Ja, oh, nee. Echt. Nee, ik kan echt heel goed dansen. Nee, dat is een van mijn kwaliteiten waarvan ik denk... Ja, maar ik dans helemaal nooit, maar ik kan ook niet stoppen, zeg maar. Nee, maar ik ga fout dansen. Ik ga bijvoorbeeld, ik heb vaak zo'n staartje hier dan, en dan ga ik op het zwieren. Maar ik ga dat soort dingen doen. Dus nee, niet echt sexy. Ik heb ook serieus, ik zou best wel zo'n calorietrekker willen hebben. Hoeveel calorieën ik op zo'n avond... Oh, dat wil ik ook wel. Een Fitbit willen. Ja, ik denk echt, met stappen ook. Ik heb wel eens echt bijna 18.000 stappen gezet. Ja, ik ben 1 keer een poging bij Danny gedaan om in Leiden te stappen. Ik had die avond 8 kilometer gelopen, dus ik weet niet. Dus, dat is mijn typische avond. Ja, dat is normaal. Nee, die behoefte heb ik niet. Ja, ik lijkt me ook, kan niet goed gaan, denk ik eigenlijk. Nee, die behoefte heb ik gewoon niet. Dan denk ik, ja, het staat niet voor niet zo ver weg, toch? Ik vind heel veel stom. Hardlopen. Ik kan echt hardlopen, echt, snap ik echt niet. Mensen dan krijg je een keer van... Nee, niet doen. Nee, ja, echt een sport. Nee, ik vind schaken of zo is ook een sport, vind ik ook geen sport. Paardrijden, ik haat paard. Maar dat is meer geen stomme sport misschien, maar dat vind ik gewoon een stomme sport. Nee, ik heb echt geen sport waarvan ik echt denk, vind ik echt stom, maar ik doe het gewoon niet graag of zo. Het ook wel hardlopen. Ik kom nooit in die runners high. Ik zou nooit gewoon met lol ook in de sportschool op zo'n band gaan rennen. En het gaat bij mij sowieso gegarandeerd mis. Maar... Ik heb een goed verhaal hierbij. Ja, nou doe je ding. Ik heb echt even geen idee. Nee, we waren, ik denk 4 jaar geleden of zo. 4, 5 jaar geleden was ik in Parijs. En toen op dat moment was de Tour de France ook bezig. En toen gingen we daar kijken. We werden uitgenodigd om op de tribunes voor de Tour de France te kijken. Alleen 's ochtends waren we bij, dat was de laatste dag, dat is echt de finale op de Champs-Élysées daar en zo. En 's ochtends waren we eerst bij de startwezen kijken. En dan denk je, nou, het is niet zo ver, dan heb je de hele dag om naar de Champs-Élysées te gaan. Think again. Het was zo, ik kon nergens oversteken. En we moesten naar de andere kant van de Champs-Élysées. We konden dus nergens heen. En daar hebben we dus echt zo lang opgelopen om uiteindelijk daar te zitten. Uiteindelijk waren we daar natuurlijk hartstikke lang, de hele finish en zo. En we hadden alleen ontbeten. En ik had de hele dag dus niks op. En toen waren we klaar. Toen waren we McDonald's, konden we ook niet vinden, echt drama. Uiteindelijk hebben we echt bij zo'n klein supermarktje, zo'n toko meer, weet je wel, zo'n spaghetti in blik gekocht. En dat in ons hotelkamertje opgewarmd. En dat was echt de lekkerste spaghetti die ik ooit in mijn leven gehad heb. Dat was zo'n honger had dat we waren. En ik heb echt een content te krijgen. Er zijn een heel klein tentje uit. Dat was echt de lekkerste. Dat was zo lekker toen. Ja, maar daar kun je wel dan oprecht van genieten. Ik heb er zo van genoten. En we moeten altijd wel lachen, want niks kan dat tippen voor mijn gevoel, zeg maar. Geen 1 sterrenrand kan dat gevoel beschrijven wat ik toen had. Dat is echt leuk. Ja, ik zou het ook echt niet. Ik weet het ook echt niet. Nee, die skip ik voor mij. Ik vreet elke dag veel. Nou, dit was de video. Hopelijk vonden jullie het een beetje interessant en leuk om onze verhalen te horen. Heb jij nou ook grappige verhalen of heb jij vragen die je ons wil stellen die een beetje TMI zijn, dus een beetje too much information? Laat dan even een berichtje achter en wie weet beantwoord dan volgende keer jouw vraag. Duimpjes omhoog voor deze video en vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal, want elke woensdag en zondag om 4 uur vind je daar een gloednieuwe video. En dan zien we jou de volgende keer weer terug. Doei! Doei.